Het is 9 uur. Het is vandaag wisselend bewolkt en er kan een enkele winterse bui vallen. Het wordt vanmiddag 4 graden. Vanavond en vannacht zijn er opklaringen en wolkenvelden. Het blijft op de meeste plaatsen droog. Het gaat 2 graden vriezen. Radio Rijnmond het nieuws. Mijn naam is Mirjam de Witte. Het kabinet van CDA, PvdA en ChristenUnie is gevallen. De PvdA stapte er vannacht uit. De partijen konden het niet eens worden over de kwestie Oeroesgan. Premier Balkenende vertelde om 4 uur vanmorgen wat hem vandaag te wachten staat. Dames en heren, later vandaag zal ik aan Hare Majesteit de Koningin het ontslag aanbieden van de ministers en staatssecretarissen van PvdA-huizen. De portefeuilles, het ambt en de functies van de overige ministers en staatssecretarissen zal ik ter beschikking stellen. En hoe dat precies zal gaan is nog de vraag. De koningin is namelijk op wintersport in Oostenrijk. De oppositiepartijen reageren wisselend op de val van het kabinet. PVV-leider Geert Wilders is blij. Wat hem betreft kan de vlag uit. De SP wil zo snel mogelijk verkiezingen. Fractievoorzitter Agnes Kant. Zeker nu er grote politieke beslissingen genomen moeten worden voor onze toekomst, denk ik dat het heel goed is dat de kiezer nu eerst zijn stem mag uitbreken welke richting dat op zou moeten. GroenLinks vindt het moedig van de PvdA om uit het kabinet te stappen. Het Rotterdamse Milieucentrum en Bureau Stadsnatuur Rotterdam gaan zich richten op de stadsvogels van de havenstad. Zij willen antwoord op de vraag hoeveel stadsvogels er zijn. Het RMC en BSR zijn nog op zoek naar mensen die willen helpen de Rotterdamse stadsvogels in kaart te brengen. Deelnemers zullen een cursus krijgen. In de 3 voorgaande tellingen stond de huismus in de schijnwerper, maar nu krijgen ook de andere stadsvogels aandacht. De Pakistanse luchtmacht heeft een luchtaanval uitgevoerd op een vermoedelijke basis van radicale moslims in hun bolwerk Zuid-Waziristan. Daarbij zijn zeker 30 militanten om het leven gekomen. Dat wordt gebeld door een militaire bron. Zuid-Waziristan ligt vlakbij de grens met Afghanistan. Het Pakistanse leger begon in oktober een offensief tegen Taliban-sympathisanten die zich daar hebben gevestigd. En dat was nieuws op 93.4 FM. Meer nieuws op Rijnmond.nl.